Bubbly. Je maakt lichtjes. Je moet daar stil, rustig. Oh ja, die knippert. Oh, je kan verschillende knippers ook doen. En verschillende petjes ook nog. Rood en blauw hier. Maar jij, je hebt maar één hoofd. Dus ja. Dan heb je ook nog in een cowboy model. Maar dat is zonder lichtjes, is dat. Hiha, hiha. Wauw. Zou je ook een op deze? Kijk eens, samen. Er zit een diamantje op. Oh ja, samen. Kijk. Yeah. Cowboy Jimmy. Nou goed. Goed bezig. Ja, één blauwe, ja. Yoga maat. Wat ga je doen morgen? Rennen. Ja, voor de politie uit. Oh. Je wilt sporten, bedoel je? Sportrennen. Oh. Waarom is dit zo zwaar? Nou, dat het een paar kilo is. Dit is 1 kilo. Ja, nou. Hier, ik til er gewoon 2 op. Ja. Is dat niet zwaar? Ik vind het niet echt zwaar. Dat kan er maar echt. Het kan zo zwaarder worden. Als je natuurlijk rond het kim doen. Ja, dan is het wel zwaar. Deze is veel zwaarder. Moet je langzaam doen, moet je langzaam doen. Langzaam, langzaam. Ja, langzaam omhoog, langzaam naar beneden. Langzaam, alles langzaam doen. Zo ja. Ja, langzaam. Training? Ja, supergoed. Jij moet het ook doen. Waarom? Ja, supergoed. Ja, we lopen even door, want ik wil onderhand weer lang hier. Ja. Ja. Die had je toch hier ergens doorheen voor? Even kijken. Het stond hier toch ergens bovenin. Even kijken. Dat was volgens mij verder. Nee, was hier. Volgens mij hierboven. Kijk hier. Hierboven staan ze. Oh ja, hier. Maar dat is echt niet. Hier had ik niet meer. Diverse kleuren. Het geeft echt heel erg af. Ja, dat was wel leuk toen. Ja, maar... Ja. Ik weet niet of ik het nu nog leuk vind. Je weet niet of ik het nu nog leuk vind. Het geeft ja. Echt heel erg af. Ja. Kant. Oh. Allemaal zo een hebben zwembadspullen. Wij, ja. Ze hebben allemaal zwembadspullen nu genomen hier. Ze hebben heel veel zin om naar de Noord-A te gaan. Ja, het strand. De zomerperiode komt eraan, dus ja. Gaan ze erop hebben. Even hier kijken. En als ik mijn bad heb, kan ik strook inleggen? Ja. Playmobil en Lego. Kijk, deze heeft Nee. Mijn vriendin heeft een andere. Alleen ze heeft een soort van die alleen zwart en wit. Oké. Okay. Hij lijkt wel. Ook lekker. Oh, je matten. Oh, zure matten. Kijk, hey, wat wordt erin gegooid? Mevrouw, dat is uw karretje niet. Dat is uw karretje niet, mevrouw. Ja, moet ik toch letten. Goh, jongens, het zo maar in een karretje te gooien, die mevrouw. Mijn karretje is ook niet te betalen, toch? Oh ja, jeetje, zag je dat? Er zit zomaar eventjes spullen in dat karretje te gooien. Hé, hey, maar ben je klaar? Ja. Sushi, kijk. Ja. Ik ben klaar mee. Oké, pak jij de kar? Ja. Kijk, ik ga het. Eerst die bakken. Ik moet spullen in die bakken. Heel goed. Ja. Heel goed. Nou, rij maar. Huppatee. Oké, okay. Op naar huis. Ja. Gaan we allemaal in deze bakken doen? Ja. Voor de kleintjes? Ja. Het waait een beetje.
Oké, top. Nou, op naar huis. Lange dag geweest zo. Yes, nou, goed. Wat ben je aan het doen? Ik ga nu de 4 mei vlag ophangen. Oké. Dat is de dodenherdenking vlag. Ja. Oké. Okay. Ja, het is niet een speciale vlag. Nee, het is gewoon een Nederlandse vlag. Rood en blauw. En dan natuurlijk half stok. Ja. Nou, dan moet je nu naar beneden doen. Andere kant op, ja. 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 Eén clipje hebben. Eerst het bovenste clipje moet je hebben. Andere kant op. Ja, daar moet de rode kant aan vast. Ja. Zal ik hem vasthouden, de touw? Als jij hem gewoon. Is... Pak jij de vlag gewoon. Okay. Heb ik de clip vast? Ja? Ja, ik heb de clip vast. Ja. Dat is de rode kant. Heel goed, die zit eromheen. Gaat hij omhoog. Aan de andere kant trekken. Zo. En dan komt hij. Ja, dan komt hij omhoog. Dan gaat hij niet op de grond. Dan mist hij hem alles omhoog. Ja, en dan gaat hij daar. Ja, en dan moet je dat andere lusje omhoog doen. Die moet je pakken. Ja, dat kan ik niet meer bij. Jawel, dan moet je dat lusje. Dat lusje kan je verschuiven. Kan ik hem loslaten? Ja, dan kan je het lusje verschuiven. Hier. Ik kan het zien. Zo. Heb je hem? Ik ga het proberen. Ja. Oké, nou dan moet je nu. Oh, je staat erop. Ik sta erop. En dan moet je nu. Ja, de andere kant trekken. Oh. Deze kant trekken. Ja, druk je. De rest dan? Ja, nou ja, je kan het zelf zien, halverwege. Ja, dat is wel goed, toch? Nog ietsje touwen bij elkaar doen. Een beetje zo aan het trekken. Ja, dit is wel half stuk. Even kijken zo, even zo. Even. Ja, heb je goed vastgemaakt? Top, heel goed. Hartstikke. Goed gedaan. Ja. Heel goed. Goed ja. Tellen wat je wil. Dit ding? Ja. Daarheen. Ja. Het eerste raam zijn we. Oké.
Die ook zo meteen op mijn leden, want dan kunnen ze nu niet meer bereiken. Nee, weet ik. Die doen zo wel. Knoppetje gaan we terug. Nou. Even hè? Zo. Nou, dan kan die wc in de hoek, denk ik, hè? Ja, zien we die de hoek. Kan je dat door het deurtje heen doen? De blauwe deurtje? Dat ene deurtje hier? Nee, de andere hoek beneden natuurlijk. In de donkere hoek. Kan die daar doorheen? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Andere, moet die, kan die, ja. Moet juist, ze doen het juist in de hoek waar natuurlijk het minste. Hier. Ja, maar dan moet je drinkfles weer weg. Ja, die gaat ook zo. Ja, dat gaat zo meteen. Zo. Nou. Die ding moet zo meteen toch wel verplaatsen. Hartstikke goed. Dan heb je hooi. Heb je gekocht? Hij is dan met schaar. Even een schaar. Je moet even een schaar pakken. Schaar. Schaar in mijn kamer. Ja, dan moet je even in je kamer pakken. Zo. Ik ga het er nog niet in doen. Nee. Dat hoef je niet. Dat kan je wel in de bank doen. Ja, ik moet het wel in de bank doen. Zo. Oké. Okay. Nou, deze kant, die kant ook. Hier bovenaan knippen. Oh, dat was helemaal zo in. Ja, zo. En als je hem nu zo meteen omdraait. De hele dak, de hele bak zo omdraaien. Ja. Omdraaien? Ja, de hele zak. Met de open kant onder. Dat is lastig. Ja. Hoe deed jij dat gewoon? Zo, ja, zo. Eén keer opdraaien. Ja, en wel de in de bak open. Ja, zo. En nu heel langzaam. Oh, weer dat doen. Weer langzaam. Ja, heel goed. Even een beetje knippen dan. Krijg je er een beetje lucht in hierboven. Ja, rustig. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Ja. Ik hoop niet dat ik die bak moet kapot. Ja, die bak maar je op. Het gaat er onder het plastic. Ja, heel goed. En als je hem naar een kwartslag draait. Zo? Ja, dan zit namelijk de hele pak netjes in. Ja, voor, ja maar voor, dat moet je doen voordat je de plastic eraf haalt. Wat wil je? Nou, oh, wacht, hier zit hij toch. Ja, zo. Ja, en die gaat. Ja, en dan eerst de pak een kwartslag draaien. Is het zo? Ja. Dus deze kant naar die kant toe. Hoe dan? Ja, dat is nu te laat, denk ik. Dan moet je de andere kant induwen. In de bak houden, anders komt alles ernaast. Ja, en nu? Nu kan de deksel niet dicht. Ja, ik moet het toch even fijn maken. Ja, ja. Zometeen wel even met de stof gaan blikken. Ja, dat is, lijkt me verstandig. Ja. Nou, doe die maar even hierin. Zo erin gooien. Maar dat zijn houtsnippers. Dat maakt niet uit. En dan nu, ja. Probeer hem eventjes niet te verpluizen, alleen omdraaien. Hoe dan? Gewoon optillen. En gelijk kwart. Oh. Ja, dan moet je dan een beetje bij elkaar vegen. Oh, wat een ratzooi. Ja. Ja, dat heb je met konijnen. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Dat ik het niet altijd niet heb. Nou. Mijn hele vestiging onder. Hup. Goed, nou dan heb je nog die andere.
Hup, ja, die moet je even erbij leggen dan maar. Zo. Ik hoop dat dit makkelijker gaat. Hetzelfde verhaal, eerst kan op zijn kortslag draaien. Dat hij ook weer net in dezelfde manier erin past. Juist, kijk, en als je hem nu openknipt, dan kan je er van twee kanten bij. Ja, dat zijn hele korte snippertjes, die doe je onder in de bak. En dan, als die dan een plasje doet, dan gaat dat allemaal erin. Misschien kan je dat scheuren. Oh, dat moet ik niet doen. Ik vind het wel eng, dit spul. Ik bedoel, want dat is overal in vliegt. Ja, dat gaat gebeuren. Maar gelukkig kan je elke dag alles schoonmaken. Ja. Ja, ik moet dat doen. Ja, dat wordt hetzelfde verhaal. Ook dit weer. Niet te veel doen nu, losmaken. Als je nu gewoon plastic losmaakt. Oh. En eigenlijk voordat je dat losloopt duwen, had je eigenlijk dan nu een kwartslag moeten draaien weer. Alweer? Ja, hetzelfde. Of plastic eronder uithalen. Ja, dat ga ik dus niet proberen. Alleen dat is dus echt mogelijk. Heel goed. Ja, buiten de bak, dus omhoog optillen, buiten de bak draaien. Ja, dat maakt toch maar een rotzooi. Ja, dat had je dus voor die tijd, dan moet je niet pluizen voor die tijd. Nee, buiten de bak draaien, nu zit hij vast. Oh nee. Nee, hij moet uit de kaak! Nou, nu kan je aan jouw kant erbij, dan kun je het plastic eraf halen. Oh, nee. Rustig, je duwt hem nu vast. Je moet niet duwen. Ja, hoe? Je moet hem omhoog trekken, het plastic moet eruit. Ja, met beleid. Dit gaat zo verkeerd. Technisch inzicht. Ja, omhoog, omhoog. Ja, ja, door. Ja. Nee! Ja, doorgaan. Hup. Zachtjes. Hup. Ja, en dit door. Dit is echt de lastigste. Ja, en door. Oh, ja, nou, dat wordt wel aanvegen zometeen. Ja. Oké, denk erom, dat knalt zo meteen alle kanten op plastic. Nou. Hup. Nou, dan doe je de ene zak in de andere zak. Ja, plat, ja, plat houden. Zo, juist, heel goed. Nou, dat is klaar, laat maar liggen zo. Oeh. Dan heb je nog het konijnenvoer. Ja, oeps. Het draait echt overal in dit spul. Ja, erop zitten, heel goed. Ja, dat moet je zo meteen in één keer doen. Ja, ik doe je even daarin. Voer. Je moet dat mengen. Ja. Bonnetje eruit. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Je hebt twee soorten voer genomen. En die moet je ook denk ik openknippen. Het is geen zak chips, dus die moet je even... Dat is jammer. Ja. Hup, heel goed. Nou, die kan je al zo erin. Ja. Ja, korrels. Dat zijn korreltjes. Nou, ik zou zeggen, gooi hem in. Gaat stoffen, hè? Heel goed. Oké, nou. En dan heb je nog een andere zak. Ja, is een keer. Hoe zit hij wel in? Ja, niet zoveel. Dat is Hup. Ja, dat gaat stoffen. Zit nog wat in de hoekjes. Ja. Ja. Heel goed. Nou, en als het goed is, heb je dan nog een andere zak. En we hebben twee soorten voer gehaald. Ja, en waarom heb je dat gedaan? Wat ze eet. Ja, want wat eet het konijntje nu bij die meneer? Dat voer, juist. Misschien houden ze daar wat meer van. Maar misschien houden ze toch meer van dit. Ja. Dat je weet, daarvoor hebben we twee. Oh, hier zitten ook. Kijk, ze krijgen wel elke dag dit. Oké. Kijk, dit is konijnensnacks. Snackjes. En hier doe je zak eerst maar in. Kijk, hier zit ook konijnensnacks. Oh ja, er zit ook konijnensnack in. Ze krijgen wel elke dag snacks. Oh, patat voor de konijnen. Ja, echt. Super gezond, maar niet heus. Ja, voor hun is dat soms. What the? Ja, oké. Ja, doe maar. Heel goed, gaan we door. What? Ja, het past er helemaal in. Even de hoeken op van de zak. Andere punt. Ja. Er zit zoveel in. Nou, dan kun je al die zakken zo meteen in deze zak gooien. En nu even mengen. En nou mengen, hè? Nou komt het. Ja. Oeh, diep zitten! Heel goed. Ik ga hem pakken aan. Auw.
Ja, en dan moet je helemaal van beneden zo naar boven. Oh, jongens. Wat is dit, een opgave? Ja. Auw. Ja, jij wil huisdieren. Ja, goed zo. Dat weet ik. Ja, een beetje mengen. Nou, dan heb je de konijntjes zo meteen alle voer. Nou, dan heb je nog twee dingetjes snoepjes gekocht. Dus je bent helemaal klaar voor de konijnen volgende week. Ja. Heel goed. Nou, leuk. Heel goed. Nou, hey topper, ik vind het goed zo. Ja. Jij gaat lekker opruimen. Oh. Dat hoef ik ook niet te filmen. Nummer 15. Felix. Ja, van de kinderen. Nummer 16, Braxen. Nummer 41. Dat is Uxie. Dat is ons verder. Ja. Uxie. En de Meespirit. Meespirit. Hier. 42. 50. Inkai. Wat zijn jullie aan het doen? Zijn de Pokémons aan het sorteren? Ja, nummer 60, Kibbel. Oké. Okay. We hebben een programma waardoor je... Kun je alles bij je houden? Dus als je heb je dus een digitale catalogus. Dan kan je eigenlijk gewoon meenemen, toch? 60? Ja. Kan je gewoon meenemen en heb je altijd nog gewoon je kaart bij. 63 kan. Dan heb je altijd je kaarten bij je. En kun je ook nog aangeven hoe de kwaliteit is van de kaart of niet? Ja, dat kan, maar niet in de app. Oh, niet in de app. Ik kan online wel speciaal kijken voor Chinese, het Nederlands, het Franse, whatever. 65. 65. 70. Hou Lucia, vind ik. Een Rockruff op nummer 75. En hoe heet die app? Pokelector. 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 Oké, handig. Goeie kijkertjes. 75, ja, die had je. 84, we zijn er bijna. 84. Maar je mist er nog hier veel. Ja, heel veel. Dit is een nieuwe serie. 91. Ja. Nog drie, ja. 97 en 99. Ja, dat gaat goed. 97. En 99. En dan hebben we er hier nog 100. En dan is hij klaar. Oké. Okay. Nou, we zijn klaar. Dan gaan we weer stoppen. Ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Van alles weer gedaan. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!